Ja, ik ben Inge, ik ben 13 jaar en ik zit op de HAVO / VWO in de Isoborg in Doetinchem. Ik ga gewoon naar school en ik doe aan fitness en ik hou heel erg van dieren. Ja, ik heb 3 koeien, 1 konijn, 4 vogels en 1 hamster en een paar kippen. En die verzorg ik en ik geef ze 's ochtends wel eens eten. Nou ja, eigenlijk gewoon altijd. Maar ook wel eens voor mijn konijnen, dat is mijn lievelings. Die neem ik wel eens een lekker broodje mee. En verder bouw ik ook nog websites. En dat doe ik gewoon met gratis programmetjes. Weet je wel, websites dan met reclame en zo. Dat is gewoon gratis. En ja, dat is ook met HTML. En dat vind ik ook best wel interessant. Nou, ik heb klassiek autisme. En dat is zeg maar, ze zei, de psychiater, die was waarschijnlijk in de war of zo, die zei eerst dat ik PDD-NOS had en daarna Asperger en daarna allebei, maar toen was het ineens weer klassiek autisme, geen idee waarom. Maar dat houdt in dat je, zeg maar, typisch autistisch, dat je niet tegen veranderingen kan en dat je ook niet zo goed tegen drukte kan en af en toe best wel snel boos wordt. En dat is ook wel irritant, maar daar kan ik ook wel, daar heb ik wel mee leren leven, dus. Ik kan dat nu, als ik gewoon boos ben, dan loop ik meestal gewoon weg. En dat helpt wel heel erg. Want ja, ik werd gewoon. Ik deed dingen die ik niet echt kan uitleggen. Ik deed gewoon dingen. Gewoon willekeurige dingen. Gewoon af en toe dan werd ik boos en dan ging ik rondrennen. Of ik zei een woord, gewoon banaan of zo, weet je wel. Dan weet je echt niet wat je doet. Dan ben je gewoon helemaal buiten bewustzijn, zeg maar. Ik kan ook veel beter met mijn autisme omgaan. Nou, toen ik zeg maar hier ging wonen, op een boerderij. En dan mijn vader, die woont nu ergens anders. Ja, daarom is het nu zeg maar gewoon rustiger. En ik ben naar een speciale Leo Kanner huis gegaan. Dat is zeg maar, daar leer je dingen ja, omgaan met je autisme. En dat was ook heel gezellig. En er waren ook vrienden en vriendinnen. En ja, daar heb ik heel veel geleerd, heel veel van opgestoken. En ik ben ook naar gewoon een speciale school gegaan en daar heb ik ook wel wat geleerd. Nou, ik wil graag dierenartsassistent worden. Of in ieder geval iets met dieren doen en misschien als hobby een beetje schrijven of zo. Boeken schrijven, daar hou ik ook wel van. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dus, En ja, misschien een kleine knaagdierencollectie aanleggen. Ja. Inge, 4 jaar geleden is het Ja. alweer. Ja, dus de hele tijd. Ja, hoe is het gegaan met je sinds die tijd? Ja, ups en downs. Ik was toen, volgens mij zat ik in de eerste of de tweede. En toen zat ik op speciaal onderwijs. En daar ben ik van afgegaan. In de derde ben ik naar een reguliere middelbare school gegaan. En ja, dat ging op zich wel goed. Ik bedoel, er zitten op elke school zitten stomme mensen, maar. Die heb je overal, het ligt niet aan de school, die heb je overal. Maar ik vond regulier onderwijs wel fijner dan speciale middelbare school. Nou, ik vond de leraren van speciaal onderwijs vond ik niet zo fijn, want je had 1 leraar voor alle vakken en dat werkte niet. Want ja, je kan onmogelijk als 1 persoon alle vakken geven. Het was meer zo van lees deze opdracht en doe de opdracht. Dus ja, dat vond ik niet fijn. Daar leer je ook niet zoveel van. Ik leer meer van als iemand dat vertelt of laat zien. En dat deed dus wel op het regulier onderwijs. Daar zat ik in de derde en de vierde. En dat was VMBO toen. En toen, nu ben ik naar het MBO gegaan. Ik doe media vormgeving niveau 4 op het MBO. En dat vind ik heel erg leuk. Ja. En waarom vind je dat leuk? Nou, ik hou erg van grafisch vormgeven. Video's monteren, ja, creatief bezig zijn eigenlijk. En hoe lang moet je hier studeren?
Deze opleiding duurt 3 jaar en ik zit nu in het tweede jaar. En de stage lopen, moet dat ook? Ja, ik ben nu een stage aan het lopen tot eind januari. Bij een bedrijf dat schoolspullen ontwerpt. Dus, ja. En hoe gaat dat? Ja, gaat goed tot nu toe, ja. Want ik vroeg me even af, jij hebt autisme. Mm-hmm. En wat waren 4 jaar geleden jouw kenmerken van autisme? Zeg maar dat ik wel eens overprikkeld kan raken, zeg maar. En dan kan het vol raken en dan moet ik eventjes rust nemen en dan is het weer goed. Dus, ja. En als je nu kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren en als je kijkt naar je autisme, is dat vooruit gegaan? Autisme, daar kom je volgens mij nooit vanaf. Maar het is wel, ik kan er nu steeds beter mee omgaan. En echt dat het echt misgaat, dat ik echt een paniekaanval krijg, dat is echt nog maar 2 keer gebeurd dit jaar of zo. Dus, en vroeger? En vroeger gebeurde het soms wel 2 keer per maand of zo. Ja. En waarom gaat het nu zoveel beter met je? Ik word ouder, ik heb meer ervaring in sociaal leven, zeg maar. Stabiel gezin en leven. Ja. Voel je ook dat je meer zelfvertrouwen hebt? Ja, ik heb meer zelfvertrouwen, ja. Ja? Ja. Komt denk ik gewoon door de tijd, ik weet niet. En vriendinnen, heb je vriendinnen? Ja. Ik heb nog steeds een beste vriendin, die heb ik al 11 jaar, vanaf groep 3. En op mijn opleiding heb ik heel veel vriendinnen. Dus het zijn allemaal creatieve typetjes, net als ik, dus dat is wel leuk. Ja. Ja. En bespreek je dat ook met vriendinnen? Autisme dus bijvoorbeeld? Nou, ik weet wel, heel veel mensen in mijn klas hebben ook autisme, ook al is het regulier onderwijs. Serieus, ja? Ja, blijkbaar zijn het allemaal creatieve typetjes. Dat is heel hip. Ja, ik weet niet. Ja, iedereen heeft wel iets, bijna. Sommigen hebben niks, maar iedereen heeft wel iets eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk, we hebben het er niet echt over. We hebben wel gezegd van, oh, ik heb autisme, gewoon de eerste paar dagen. Van, ja, ik wist al dat meerdere mensen het hadden. En voor de rest hebben we het er niet veel over, want waarom zou je het over hebben? Het is gewoon iets wat bij je hoort. En nou, we hebben meer over leuke series, films, tekenmethodes, weet ik veel, gewoon van alles. Ja. Ja. Heb je dan nog zelf wel eens het gevoel van, oh, ik ben een meisje met autisme? Ja, soms wel. En dan denk ik, verdorie. En wanneer dan bijvoorbeeld? Ik weet niet. Als ik bijvoorbeeld een grapje niet begrijp of zo. Maar je wordt er niet ongemakkelijk van als het gebeurt? Nee, ja, als mensen het zeg maar expres manipulatief gebruiken, dan is het natuurlijk niet leuk. Maar daar ga ik vanuit dat mensen dat niet doen, dus. Ja. En hoe kijk je nu naar jouw toekomst? Ik heb heel veel opties. Ik weet niet precies wat ik wil doen. Of iets creatiefs, of iets met muziek, of iets met schrijven, of iets met ontwerpen, of iets met zingen, of iets met acteren. Dus ik heb zoveel hobby's en interesses, dus ja. Maar heb je nog geen voorkeursrichting? Ja, nou, als ik de ervaring en het talent zou hebben, zou ik best wel musicalster willen worden, maar dat gaat niet gebeuren. Dus misschien grafisch vormgever. Of als ik dan doorga naar het hbo, wil ik ook wel iets met geschiedenis doen. Geschiedenis? Ja, dat vind ik heel leuk en interessant. Ja. Is dat nieuw? Of? Dat is vrij nieuw. Pas sinds 2 jaar of zo. Ik heb nooit echt goed geschiedenisles gehad door dat we dat niet echt kregen. Op het speciaal onderwijs, niet goed in ieder geval. En toen was er internet. En daar leer je ook veel van. En iets in het bijzonder? Ja, van alles. Romeinse tijd, middeleeuwen, Russische revolutie, Franse revolutie, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, van alles. Waar ben je nu dan bijvoorbeeld? Heel veel Russische revolutie. Okay. Maar dan de Tsarenfamilie en zo. Oh, ja? Ja, want ik hou van royalty. En wat boeit je dan in zo'n verhaal over die Russische Tsarenfamilie? Gewoon eigenlijk de grappige kleine feitjes, niet die geweren en oorlogsstrategieën, maar meer de grappige feitjes over normale mensen eigenlijk. Ja, dat vind ik leuk. En daar lees je dan over? Op internet. En ook, ik heb ook boeken van de Bieb gehaald. En
weet je wel, lekkers. Een soort van soap, maar dan die echt gebeurd is, is het eigenlijk bij heel veel van die koninklijke families. Ja. En zou je dan ook een combinatie willen zoeken tussen media en geschiedenis? Ja, dat lijkt me wel ideaal. Dat ik misschien een film maak of zo over een onderzoek, geschiedenis, iets of zo. Ja, lijkt me wel leuk. Ja. Ander onderwerp, relaties. Heb je wel eens een vriendje of iets? Ja, ik heb een vriendje gehad vorig jaar voor 4 maanden. Dat was best lang. Maar hij maakte het uit via WhatsApp. En dat was teleurstellend. En nu heb ik hem gewoon geblokkeerd en ben ik verder gegaan met mijn leven. Ja. Maar ja, dat heb je als je zo oud bent als ik, dan ga je een beetje verkennen. Ja. Want ik wil niet meteen met iemand trouwen, de eerste beste of zo, want dat gaat mis. Dus. En heb je het daar ook over met vriendinnen? Ja, jawel. We hebben het wel eens over jongens, ja. Ja. En heb je daarnaast nog andere dingen die je doet in je vrije tijd? Ja, ik vind zingen heel leuk. Oh. Ja. Even denken. Nou, ik doe heel veel The Sims, dat is een computerspelletje. Ja, vind ik heel leuk. Een gamer, maar niet games zoals Fortnite en schietspelletjes en zo, maar gewoon andere games. Toen ik 4 jaar geleden op bezoek was, toen was je ook gek op dieren. Ja. Is dat nou? Ja, zeker, ja. Alleen, ik wil niet iets te later mee doen, omdat er weinig werk in is. Die keuze heb ik gemaakt toen ik naar MBO ging, had ik wel overwogen om misschien dierverzorger te doen, maar er was zo weinig werk in. En ja, dan heb ik toch liever iets wat de toekomst is, want techniek en zo is de toekomst. Dus dan voel ik me iets veiliger dat ik later een baan heb en geld verdien. Dus ja. Je woont hier op het platteland in Vorden. Nou, best wel een eindje van de bewoonde wereld, zou ik maar zeggen. Ja, kwartiertje fietsen. zie je jezelf nog wel eens ergens anders gaan wonen? Ja, nou, als ik later HBO ga doen, dan misschien moet ik wel op mezelf gaan wonen dan. Omdat ik geen zin heb om elke keer een uur te reizen met de trein. Maar ja, dat zie ik dan wel. Ja. Zie je ook niet tegenop? Nee, lijkt me wel leuk om zelf te beslissen wat ik ga eten vanavond. Nog even samenvattend, als je nu kijkt naar jezelf, hè, 4 jaar geleden. Mm-hmm. Wat voor meisje zag je toen en wat voor meisje zie je nu? Ja, ik zag, als ik dat filmpje bekijk van 4 jaar geleden, denk ik wel van, oh, die is een beetje ongemakkelijk, een beetje teruggetrokken misschien. Ik bedoel, ik kon best wel goed praten toen, maar alsnog was het toch wel een beetje iets meer, hoe zeg je dat, autistisch. Ja, iets meer typisch, zeg maar. Nu is dat iets minder, hoop ik. Tenminste, dat hoop ik. Toen ik 13 was, vond ik het gewoon een hele moeilijke periode. Want puberteit en ja, school vond ik niet zo leuk. En dat is nu ook anders, dus ja. En als je jezelf nu moet omschrijven, wat voor vrouw vind je jezelf nu? Ik kan mezelf niet heel goed omschrijven, omdat ik zoveel verschillende eigenschappen heb. Ja, ik ben vrolijk en creatief en een beetje gek soms. Ik heb humor en ik heb heel veel speciale interesses zoals de meeste autisten hebben. Zoals bij mij geschiedenis en Harry Potter en Game of Thrones en dat soort dingen. Ja, want dat is wel een kenmerk dat je heel veel weet over bepaalde onderwerpen. En dat vind ik niet erg, want dat vind ik daar plezier van. Dus ja. Als je je leven een cijfer mag geven, wat voor cijfer is dat dan? Ja, een 8 denk ik. Ja. Het kan altijd beter, maar ik ben heel blij dat ik niet in Afrika woon of zo. Ja, moet dankbaar zijn toch? Ja. Dankjewel. Ja.